Dames en heren, jongens en meisjes, het is dinsdag. Het is iets later dan 4 uur. Iets meer pit, kom op. Zoals je gewend bent van de gierige gasten. Welkom! Welkom! Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag zitten we samen met Nederlands-Marokkaanse acteurs in de video. Waarom zitten wij met die jongens in de video? Omdat wij klaar zijn met alle reacties van ja, het lukt jullie alleen omdat jullie tata zijn. Nou, ja. Wij gaan bewijzen dat dat niet zo is. Of misschien wel zo. En dan vallen wij door de mat. We krijgen inderdaad alleen maar van dat soort reacties. Het komt alleen maar omdat jullie blond zijn. Omdat jullie blauwe ogen hebben. Tata's. Dat jullie wegkomen met die dingen. Nou, wij gaan dat experiment aan. Kunnen mokro's onze gierige trucs ook? Onze eerste kandidaat? Dit is acteur Mouad Ben Chaib. Onder andere bekend van hitserie Mokro Mafia. Lieve Jenny, wat de fuck, Henny? Ik heb geen Henny aan Matty. Dit is hier ook geen Henny. Raad door, vraag iemand anders. En hij speelt de hoofdrol in De Boodschap. Onze superster. Nico. Lekker. Leuk dat je mee wilt doen. We hebben voor jou de volgende bedacht. Ja. Hallo. Mijn chipkaart zit in mijn broek, alleen mijn handen zitten helemaal onder de smeer. Nou vind ik het natuurlijk niet zo gepast om in je broek te gaan zitten, maar... Ja, het zit wel, ja, als je wilt mag het, maar... Ik ga op je woord dan. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, zoals je ziet is mij natuurlijk gelukt, maar ja, ik heb blond haar, blauwe ogen. De vraag is, lukt het jou ook? Ja, wat denk jij? Ik weet het niet, man. Ik heb in ieder geval een hele mooie witte broek. Oké, laat het gewoon doen, man. Laat het gewoon doen, niks. Dit is hem dan, hè? Ja, toch? Zo zonde zijn als die vies wordt. Nu hebben we nog één ding nodig. Vieze handjes. Oh ja. Kijk eens. Ja, mijn fiets is een beetje, de ketting is afgebroken. Ja. En ik heb zo'n herdenking, doorherdenking in wit. Ja. Misschien kunt u van mij eruit halen. Nou, dat ga ik niet doen. Oh niet? Ja, anders wordt het mijn broek vies. Ik had ook niet in uw broek. Ja, ik heb was echt geprobeerd te wassen. Wil die meneer even doen? Ik heb man bij man even iets eruit halen, maar ik ga niet. Nou, liever niet. Nee, ik ook niet. Je kunt daar uw handen wassen, dat is water. Dit heb ik geprobeerd. Maar dit heb ik geprobeerd, zeg ik. Ja, maar daarom is het zo erg. Ik heb wel een spul. Oh, top. Top, dank je. Dit is acteur Ilias Odja, bekend van onder andere Mokro Mafia. Wat gaan we doen? Bro, deze shit loopt uit de hand. En speelde als tiener in Sjoef Sjoef de serie. Internet daten? Dat is toch iets voor sukkels, man? Je bent pas een sukkel als je het niet doet. Hebben die allemaal op jou gereageerd? Wat kan niet, maar je bent toch hartstikke lelijk? Misschien vallen ze wel op innerlijk. Vandaag laten we hem een trucje doen hoe je gratis een koffietje kan regelen. Hi. I'll make a drink. Yeah, I've got an appointment with the owner at 3 o'clock. Sherrick, is it? I'm sorry? With Sherrick? Sherrick? Sherrick, the owner? Yeah? Yeah? Sherrick? Yeah. Yeah. Okay. And would you like a drink for now? Yeah, cappuccino is alright. Yeah, thank you. Sherrick just called. Yeah. He's not gonna make it, so he wants to reschedule. Yeah, that's fine. So, yeah? No, yeah, that's on us. Oh, yeah? Yeah? Okay, thanks. Thank you very much. Zelf heeft hij er nog niet heel veel vertrouwen in. Vandaag gaan we even met gierige gasten op pad. Kijken of ik als mokker ook gratis ding kan fixen. Nou, ik betwijfel het hoor. Ik denk dat ik gewoon de volle pom moet betalen. We gaan het zien. Nou Ilias, ik ben benieuwd of je inderdaad die volle pom moet betalen. Hi. I have an appointment with the owner. Yeah. Is he here already? Oh no. No, yeah, I have an appointment. I'm a little bit too early. Oh, okay. But can I order a drink? Already? Can I have one cup of coffee? De eigenaar is nog gelukkig niet. Thanks. Even kijken hoe dit misschien gratis bakjes maakt. Daar komt hij wat aan. Hi. Nee, ik had afgesproken dus. Nee, maar hij heeft me afgebeld, dus ik moet een andere keer terugkomen. Met wie heb je afspraak? Ja. Ja, denk het wel, ja. Maar hij zegt dat het een andere keer, dus ik wou graag afrekenen. Nee. Ja, zeker weten. Dankjewel, hè. Yo. Man van de straat, hè? Je weet het, we hosselen die dingen. Hosselaar. Nee, ging makkelijk, man. Het ging heel makkelijk. Ja, goed idee voor jou. Meteen de eerste keer, bam. Lekker mijn buikje warm gedronken. Ik ben goed, man. Ik heb niks uitgegeven. Nee, nou. Hey, maar dat betekent wel wat, hè? Wat dan? Je hebt dus niet per se blond haar en blauwe ogen nodig. Nee. Gewoon een goede smoes en dan werkt het toch. Ja, serieus. Ja, respect, man. Dankjewel. Ilias is het dus gelukt.
Nu moet het nog. Wat is dit dan? Antje. What the fuck? Sorry, wacht maar. Nou, en dan onder de kraan, dat is gewoon. Zou ik het proberen doen? Ja. Ze geurt niks. Ze moet hem schoon, maar ik ga het gewoon niet doen. Nee, ik doe het wel. Dit is minder erg, zeg maar, dan dat ik met een zwarte broek op een dode heb. Ja, dat kan je nu zien. Ja, maar wat stelt u voor? Ja, ik ga hem echt niet uithalen. Ja, anders moet hij maar een boete uitschrijven. Ja, dat kun je idee zien, hè? Ja, maar misschien ook kijken. Ik ga liever in mijn jas zoeken, want ik heb een paspoort in mijn jas. Dat hoeft toch naar de plek. Ik snap het, mevrouw, kom maar. Ze wordt helemaal boos en zegt nu van, nou weet je wat, dan zoek ik het maar uit. Dus het is gelukt? Nou, ik weet niet of we nu de volgende hadden eruit, maar als ze blijven zitten, ik weet niet of ze terugkomt. Oké, we gaan dit nog even een paar haltes uitzetten, kijken of we nog... Dat zeggen nog één halte, kijken of het echt gelukt is. Uiteindelijk kwam de conductrice nooit meer terug, dus dat betekent dat het Moerad gewoon gelukt is. Martijn! Conclusie! Jij hebt je experiment uitgevoerd, ik heb mijn experiment uitgevoerd. We kunnen allebei denk ik wel vaststellen dat het helemaal geen reet uitmaakt. Nee, Moerad had het wel een beetje moeilijk, maar het is hem wel gelukt. Het is hem gelukt. Ja. Ilias is het gelukt. Ik denk dat het helemaal niet fair is om te zeggen dat het alleen lukt als je blond haar hebt en blauwe ogen. Nee, dus stop met die comments. Stop met die comments. Jullie stelletje racisten. We zijn gewoon slim, daarom werkt het niet dat we tata's zijn. Exact. Bedankt voor het kijken voor deze geweldige video. Like de aflevering als je dat nog steeds niet hebt gedaan. Dat is heel belangrijk. Martijn die loopt weg en die is er ook helemaal klaar mee. Instagrams van de heren acteurs die staan in de beschrijving. Dus volg hun ook even. Toffe gasten, bedankt ook voor het meedoen. En abonneer op het kanaal. Hè. Tot volgende week. Later.